Vandaag maak ik een appeltaart met spijs. Super leuk om weg te geven, bijvoorbeeld als verrassing even op de stoep van je buren zetten. Maar ook heel lekker om zelf op te eten. Ik begin met de deeg. Snuf zout erbij. De roomboter is koud en die snijd ik even in kleine stukjes. Tussen je vingertoppen wrijf je dit tot een kruimelig mengsel. En hier gaat een eitje bij. En dit kneed je heel snel tot een lekker deegje. Die gaat in een folietje de koelkas in. Het deeg dat gerust heeft is kouder en dat komt het bakken ten goede. En het heeft een mooiere structuur. De deegroller van mijn oma die kraakt. Je rolt het uit tot een ronde lap die net iets groter is dan je springvorm. Hij zit er mooi in en nu prik ik wat gaatjes in de bodem. Blindbakken is het voorbakken van het deeg met een tijdelijke vulling, zodat hij sowieso gaar wordt. Ik heb gewoon dit. Een zak van een kilo linzen die ik altijd opnieuw gebruik. En je kan ook andere gedroogde peulvruchten ervoor gebruiken. Dit bakpapiertje verkreukel ik eerst. Dan kan hij goed in elk hoekje van de bodem komen. De vulling kan eruit en dan zet ik hem nog even 5 minuten terug in. Terwijl de taartbodem afkoelt, maak ik even de vulling. En daar gaat amandelspijs bij. Het lekkerst is zelf gemaakt. Een receptje staat op de website. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon kopen. Ik vind dit echt heerlijk. Maar er zijn ook mensen die het niet vinden. En dan zou ik zeggen, kijk eventjes op onze website. Er staan meer dan 20 appeltaartrecepten. Er moet iets bij zitten wat je wel heel lekker vindt. En wat ook past bij wat je nu in huis hebt. Dat meng ik. En ik brak met de vork de stukjes amandelspijs een beetje kleiner. Ik maak dit met appels omdat het gewoon een Hollandse favoriet is. Maar het is eigenlijk rabarberseizoen. Dus probeer het ook eens met rabarber. Maar laat dan wel even de kaneel weg. En nu komt alles samen. Dit is de afgekoelde bodem. Daar gaat wat abrikozenjam op. En dit spijs zorgt niet alleen voor die heerlijke amandelsmaak. Maar ook dat de bodem knapperig blijft. En nu gaat hij nog een half uurtje de oven in. Ik strijk hem nog even met wat extra abrikozenjam. En dit is hem dan, een appeltaartje van eigen deeg.